Hoi iedereen, leuk je weer kijken naar Andy's Games. Vandaag ga ik verder met de Sims 4 aan het werk. En Wieger is even zijn handen aan het wassen en die gaat nu eventjes snel wat eten. Hij moet straks naar het werk. Om 7 uur begint dat volgens mij. Hij is medische stagiaire in het ziekenhuis, dus we gaan gezellig natuurlijk mee naar het werk. Dan kunnen jullie dat allemaal zien. En ik hoop niet dat Lily dan gaat bevallen of zo en dat we het er niet meemaken of zo. Ik weet niet precies of dat gaat gebeuren. Maar ja, we gaan wel gewoon mee naar het werk. En ik denk wel dat we een melding zullen krijgen als Lily zal bevallen. Dus we gaan mee naar het ziekenhuis. En ja, we kunnen nu eigenlijk nog niet zo heel veel doen in het ziekenhuis. Omdat we nog, hoe heet het? We zijn pas net begonnen met werken. Dus we kunnen nog niet iedereen onderzoeken en opereren en zo. Dat komt pas later. Je moet het natuurlijk eerst opbouwen. We zijn nu gewoon medische stagiair. En na een tijdje worden we vanzelf beter in het werk en kunnen we meer dingen doen zoals mensen ook daadwerkelijk opereren. En mensen laten bevallen volgens mij kunnen we dan zelfs ook doen. Nu nog niet. Later wel. Oké, nou we zijn op het werk. We hebben nu een paar doelen die we moeten doen. Wat gaat die doen? Grommen. Doe eens normaal. We moeten onze handen wassen om bacteriën te steriliseren. We moeten 2 collega's begroeten en 3 patiënten begroeten. Nou, dan gaan we even deze vrouw achter de balie kennis meemaken. Hebben we dat gedaan? En even met deze vrouw. Aardige introductie. We moeten natuurlijk wel een goede band hebben met onze collega's. Oh, ze komt al naar ons toe zelfs. Wat gezellig. Oh, nou, we hebben al 2 collega's begroet. Dat hebben we al voltooid. Wat zijn nou weer raar te doen, joh. Kijk, oh, we moeten ook vragen hoe de dag was. En dat kunnen we ook wel gelijk doen. Vriendelijk. Vragen hoe de dag was. Ook als de dag pas net begon. Nee, joh, we vragen gewoon hoe de dag was. Hupsakee, vraag hoe dag was. Dan gaan we nu even onze handen wassen om bacteriën te steriliseren. Want ja, als je in het ziekenhuis werkt, moet je natuurlijk goed je handen en zo wassen. Want anders dan komen er dadelijk bacteriën op de zieke mensen. En dat is helemaal niet de bedoeling. Werk bespreken met collega's. Even kijken. Dan gaan we even dat doen. Werk bespreken. Oh jeetje, wat een gedoe om het allemaal te vinden. Werk bespreken. Oké, nou dit zijn dus allemaal collega's. Als er zo'n blauw hartje boven is, betekent het dat het een patiënt is. Dus dit is een patiënt en dit is een patiënt. Maar wij hoeven die nu nog niet per se te helpen. Dit zijn ook patiënten. Die zijn rood en dat betekent volgens mij dat ze dan al dat ze heel ziek zijn of zo. Ik weet het niet meer precies, maar dat denk ik. Nou ja, we gaan in ieder geval eventjes 3 patiënten begroeten. Aardige introductie. We hoeven ze verder niet te behandelen, maar wel even begroeten. We gaan ook even hem begroeten. Oh, we kennen hem al. Oh. Meer keuzes, vriendelijk. Ja, joh, leren kennen. Wie is dit dan? Jesse de Graaf. Nou, ik kan me even niet meer herinneren dat we die kennen, maar we kennen hem blijkbaar wel. Dus we gaan maar even gewoon met hem praten. Wat ligt hier nou mooier voor zooi? Oh, Jesse is geniaal. Nou, oké. Jongens, dan weten we dat ook weer. We gaan even deze rotzooi opruimen. We zijn, ja, we moeten nu voornamelijk dingen opruimen. Kennis maken met mensen. Een beetje rondlopen. Een beetje doen. Niet echt veel, nuttigs moeten we nog doen. Maar dat gaat allemaal vanzelf komen. We kunnen ook eerder naar huis gaan. Dat kan via dit klokje. Of we kunnen ook later naar huis gaan als we door willen werken. Maar dat hoeft nu nog niet. Maar later is het bijvoorbeeld wel handig als we... hoe heet het? Bijvoorbeeld een operatie nog moeten afmaken. Dan kunnen we het verlengen. Dus dat is wel handig. Nou, ook even kennis maken met deze vrouw. En dan hebben we dat ook weer voor elkaar. Oh, dus... oh ja, oké. Nou, we hebben 3 patiënten begroet. En dan moeten we weer even met onze collega's kletsen. Femke de Wit. Aardige introductie met Femke. Even kijken. Dan gaan we ook even met haar kletsen. Werk bespreken, nou, dat is ook kletsen. Femke is een verpleegkundige. Oh ja, dus die, die verzorgt de mensen echt. Maar of, nou ja, ja, jullie weten al wat een verpleegkundige is. Dit is de assistente. En de dokter. Dus dat is echt de dokter, zeg maar. Dit is dan de... ja, ik denk een soort hulpje van de dokter of zo. Oh, nou, we hebben met onze collega's gekletst. We gaan even het bed opmaken, want dat is ook een doel dat we moeten doen. Zo, hé. Ja, dat ziet er wel een stuk beter uit. En dan moeten we weer onze handen wassen. We moeten zo vaak onze handen wassen. Het is natuurlijk ook wel logisch dat we dat moeten doen. Want, hoe heet het? Je werkt gewoon in het ziekenhuis en je mag niet de patiënten nog zieker maken. Maar toch.
Kijken, gezondheidsrapporten online onderzoeken. Dat moeten we ook doen, dus dat gaan we even hier doen. Gezondheidsrapporten onderzoeken. Ik hoop niet dat we haar nu in de weg zitten. Want ik heb heel even de computer nodig. Maar hebben we er... Oh ja, we hebben wel meer computers. Hier zat er ook nog één. Ja, sorry, hoe heet ze? Naomi, maar ik moet eventjes hier die rapporten doen. Ik moet ook weer het plasje opdweilen eigenlijk. Maar ja, laat maar liggen. Dat mag zo lekker zelf doen. Even kijken, over werk klagen. Nou, dat kunnen we wel tegen haar doen dan, nu ze hier toch is. Klagen over werk. Ook al is het helemaal, hebben we nog niet zoveel erg dingen gedaan. Oh, we moeten een plasje opdweilen als doel. Nou, kijk eens aan. Dan kunnen we dit hier gelijk dweilen. Heel, zit dus niet zo bij de hand te doen tegen elkaar. Hupsakee, dweil jij dit plasje maar op, want je werkt hier nog maar net, dus je moet niet te bij de hand doen. Kijk, we moeten ook weer ons werk bespreken. Vriendelijk. Werk bespreken. Oh nee, we gaan niet nog een plasje op dweilen hoor. Gaan we weer even werk bespreken. En een kop koffie moeten we pakken. Nou, dan gaan we dat doen. Koffie zetten. Dit is echt zo'n typische werk lunchruimte met zo'n muziekje. Je hoort hem heel zacht. Maar, en dan zo'n kop koffie pakken. En dan even hier zo met allemaal... Met een magnetronetje zo. Echt een typische werkeetkamer. Het is natuurlijk ook op, we zijn natuurlijk ook op het werk, maar toch is het wel grappig. Zo, wij gaan even een lekker bakje koffie maken. Zo, lekker hoor. Hoor je het borrelen? Niet echt lekkere koffie, want het is volgens mij uit zo'n zakje. Koffie uit een zakje is nooit zo heel lekker. Koffie van echte koffiebonen is altijd het lekkerst. Ook al drink ik zelf geen koffie, of bijna nooit, toch is het zo. Nou, wij zitten aan onze koffie. Worden we dadelijk helemaal energiek van, joh. Oh, we hebben weer een doel voltooid. Collega vraagt hoe dag was met een patiënt kletsen. Dan gaan we maar naar haar vragen hoe de dag was. Oh, we hebben al bijna dit groene balkje helemaal voltooid, joh. Moet je nou kijken. Hupsakee. En met een patiënt kletsen, dat moeten we ook doen. Nou, dan gaan we even met hem kletsen, want we kennen hem toch al. Vriendelijk, interesse bespreken. Hupsakee. Oh, wat kwam er nou allemaal uit zijn oren? Ik zag het al bij meerdere gebeuren. Er komt iets uit een oor of zo. Zo, omdat ze ziek zijn natuurlijk. Onze dag zit er bijna op. De werkdag van Wieger is over een uur afgelopen. Ja, precies. Eten naar een patiënt brengen. Nou, dan gaan we hem eventjes eten brengen. Ik weet niet of hij honger heeft, maar... Hij krijgt gewoon eten. Heb ik hem nou eten gegeven? Oh, hij gaat op zijn telefoon. Eten brengen. Oh ja, we hebben hem eten gegeven. Kijk nou. Een lekker bord magnetronvoedsel. Lekker hoor. En we moeten onze handen weer wassen. Nou ja, we gaan nu toch bijna naar huis. Dus nu is het niet meer zo heel erg als we onze handen niet wassen. Maar toch doen we dat nog even. En dan gaan we weer naar huis. En ik ben nou echt benieuwd wanneer Lily gaat bevallen. Want het zou echt moeten gebeuren bijna. Het zou echt moeten gebeuren bijna. Ik weet niet wanneer. Maar ja. Even kijken. Volgens mij worden we nu al gepromoot tot een hoger beroep. Omdat we heel veel dingen hebben gedaan die we moesten doen. We gaan er even naar kijken. Dat krijgen we... nu te weten. Oh. Wieger heeft fantastisch werk verricht. De toekomst ligt vast bezaaid met promoties en gratis gezondheidszorg. Oh, nou, we hebben alleen maar geld verdiend. We zijn niet eens gepromoot. Terwijl ik dat wel verwacht had. Maar ja, helaas. Dat zal dan wel de volgende keer of zo gebeuren. Het is ook pas de eerste werkdag, dus we moeten niet te veel verwachten. Zo, we zijn weer lekker thuis. En hij voelt zich heel erg energiek, dus we gaan even een stukje joggen. In onze sportieve kleding, die niet aan het updaten is. Oh ja, dan moeten we natuurlijk gewoon hierop klikken. Energieke jog. Nou, Wieger, ga ervoor. Doei, de ballen. Zo, hij gaat eventjes lekker sporten. Lily, die gaat wat drinken. Nou, meid, ga jij eens even lekker wat drinken. Moet natuurlijk ook gebeuren. Even kijken, wat ligt hier? Eieren op toast. Nou, die moet je wel even opeten, hoor. Oh, kijk, ze zit nou te drinken en te eten. Ik heb nog nooit een sim zien eten en drinken tegelijk. Dit is de eerste keer dat ik dit zie, jongens. Dit is de eerste keer dat ik dit zie. Wat grappig. Ik heb het echt nog nooit gezien dat ze eten en drinken tegelijk. Maar nu wel. Ik wist niet eens dat dat kon, dat ze dat dan ook echt deden. Maar wat grappig dat ze dat doen. Ja, maar wel even eerst je melk opdrinken, hoor. Want anders dan moet je dadelijk weer naar de wc. Hupsakee, hier, nu kan je naar de wc gaan. Oh jeetje, Nick Wilson staat weer voor de deur. Trouwens, Nick Wilson heeft een vriendin. En hij krijgt ook kinderen. Dus dat is hartstikke leuk. Ik weet niet of dat al in onze stamboom staat. Dat hij dat heeft. Nee, hij is nog niet getrouwd met haar. Dus daarom zal dat er
was niet staan, maar hij krijgt wel een kind. Dus dat is super leuk. We krijgen zelf ook kinderen, maar ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden. Even kijken. Oh, hij is ook alweer terug. Afscheid. Oh, hij gaat er weer vandoor. Nou, doe je, Nick. Leuk dat je er was. Duurde niet echt lang, maar ja. Een portie pakken. Nou, ga jij eerst maar even naar de wc, want volgens mij moet je dat heel nodig. Lily, die gaat even verder met haar nummer schrijven, want dat moet ze ook nog steeds afmaken. Nummer schrijven. Aan het bevallen! Jongens, we zijn aan het bevallen! Ik wist dat het ging gebeuren. Het moest wel gebeuren. Baby in het ziekenhuis krijgen. Oh ja, we hebben geen wiegje nodig, dus oké, we moeten naar het ziekenhuis gaan. Meegaan. We kunnen nu meegaan met de bevalling, jongens. Wieger kunnen we ook meenemen. Dit is het leuke, dat heb ik nog helemaal niet meegemaakt in deze uitbreiding. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit eraan toe gaat. Een bevalling die we echt kunnen meemaken in het ziekenhuis in The Sims. Jongens, ik ben heel benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd. En misschien krijgen we wel een tweeling. Of een drieling. Of een vierling. Of een vijfling. Oké, nee, dat zal niet gebeuren. Maar ik ben heel benieuwd. Nou jongens, we zijn in het ziekenhuis. Wieger die zit helemaal te gillen. Hij moet even zijn alledaagse kleding aan doen. Even kijken hoor. Lily die gaat naar romantiek kijken. We gaan niet naar romantiek kijken. Bij receptie inchecken. We moeten zeggen dat we aan het bevallen zijn. Dat moeten we doen. Wel grappig, want Wieger werkt hier ook. Kijk, bij receptie inchecken. Ik weet niet hoe het werkt, dus we moeten het eventjes zien hoe dit allemaal gaat. Oké, we hebben ingecheckt bij de receptie. Oh, volgens mij roept ze iemand om of zo. Nou, ik ben heel benieuwd. Oké, we hebben ingecheckt. En nu? En waarom gaat er geld af? Wat is hij aan het doen? Doe eens normaal! Waarom loopt hij zo idioot? Snack kopen? Nou oké, als je honger hebt, ga jij dan maar even een gebakje eten. Hij is helemaal aan het stressen, joh. Hij is helemaal aan het stressen. Nou, hij moet even lekker wat gaan eten. Even kijken. Oh, wat moeten we doen? Ik bedoel, moet ik nu ergens heen gaan? Moet ik hierop gaan liggen? Misschien wandelen. Nee, oké, dat moet ik niet doen. Bed opmaken? Nee, dat moeten we ook niet doen. Maar wat moeten we dan wel doen? Wie is dit? De dokter. Aardige introductie. Oh, we gaan al ergens heen. Oké, jongens, we gaan ergens heen. We gaan naar deze kamer. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Oh, we gaan nog naar een andere kamer. Oké, nou, we gaan het meemaken hoor, jongens. Waarom kon Wieger niet kijken? Oh, wat is dit allemaal, joh? Lily is er weer gekomen dat we... Oh ja, nee, ja, ze werkt als een dokter. Ja, nee, dat had ik nog niet gezien. Oh, daar is het! Het, ik noem het een het. Oh nee, het is er nog niet. De baby is er nog niet. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. Maar we krijgen een baby. Maar waar blijft die dan? Het is een meisje! Nou, wat leuk! We hebben een meisje gekregen, jongens. En ik weet al, ik had al een naam bedacht voor het meisje. En dit wordt Jennifer Wilson. En ik doe speciaal geen naam die weer met I eindigt. Want Haley, Lily, alle namen die ik bijna gebruik, die rijmen op I. Of die eindigen op I. Dus nu een keertje niet. Jennifer Wilson, there she is. Oh, het staat op pauze. Nou, kijk eens, wat een cutie beauty. De dokter heeft de geboorteakte opgesteld. Jongens, ik vind het helemaal leuk. Ik vind het helemaal leuk. Wieger, die komt er al aan. Die komt knuffelen. Oh, hij is gelukkig alweer een beetje rustig. Kijk hoor, knuffelen. Nou, Lily, je hebt het goed gedaan. Nou. Wat lief. Oh, de baby is weg. Hij is weg, jongens. Hij is verdwenen. Waar is de baby nou? Waar is de baby? Oh, we gaan naar huis. Nou, dan zal de baby ook al thuis zijn. Ik dacht, wat gebeurt er nou? Is de baby verdwenen? Maar ik denk dat hij gewoon mee naar huis gaat. Nou, we zijn weer thuis. En inderdaad, de baby staat hier. Jennifer staat in de kamer van de ouders. Wat we nu even gaan doen. Dit kon ik natuurlijk niet eerder doen. Omdat ik nog niet wist of we een jongen of een meisje kregen. Nou, dat weet ik nu wel. Dus we kunnen de babykamer gaan maken. Kijk, dit moet allemaal nog weg. Dit. De baby kan hierheen. Even kijken hoor, die gaan we...
Gaan we hier neerzetten. Ja, we kunnen nog niet zoveel weer naar haar kamer maken. Maar dat kunnen we natuurlijk wel doen als ze dadelijk een kind is. Dan kunnen we gewoon allemaal leuke dingetjes en zo. Of kan ze ook dingen daadwerkelijk doen. Nu kan ze nog niet zoveel doen. Maar ik ga wel gewoon alvast wat dingen neerzetten. Kijk, we kunnen bijvoorbeeld een poppenhuis neerzetten. Die is super mega groot. Die kunnen we neerzetten. Zo, nou, het ziet er al hartstikke leuk uit. Een beertje kunnen we neerzetten. Oh, wacht. Dan even deze handdoeken of zo. Weet ik veel wat het zijn. Gaan we wegdoen. Oh, die is wel heel groot. Kijk hoor. Oh, die is ook heel groot. Nou, dan gaan we gewoon even zo'n lief klein beertje neerzetten. Zo in het roze. Net een Valentijnsbeertje. Nee jongens, kijk eens wat leuk. Nou, ik vind dat de kamer er al best leuk uitziet. En natuurlijk kunnen we later nog upgraden naar meer dingen. Of wat leukere dingen. Maar voor nu vind ik dit wel goed eigenlijk. Zo, dan hangen we er hoe heet zo'n ding ook alweer? Een mobiel? Een babymobiel. Hangen we daar bovenop. Wat is dit voor enge tuin, kabouter? Nou, die gaan we maar niet in haar kamer neerzetten hoor. Wat eng. Even kijken, een spaarpot zetten we neer. Oh nee, die is wel heel groot. Of nou ja, oké, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. We zetten die gewoon neer. Wat zijn dit voor stickers? Een team muursticker. Oh, wat leuk! Dat zijn My Sims poppetjes. Dat is ook een spel van EA natuurlijk. My Sims, of heet dat zo? Ik weet even niet of het Animal Crossing, nee. Dit is My Sims volgens mij. Ja, My Sims, dat is ook een spelletje van EA. En daar hebben ze gewoon stickers van gemaakt. Wat superleuk. Vind ik heel leuk. Cute. Ja. Even kijken, we gaan ook even deze kalender ophangen. En dan wel in het meisjesachtig. Ja, die hangen we hier alweer. Zo joh, prima. Nou ja, we moeten natuurlijk nog wel meer dingen aanpassen. Maar dat gaan we gewoon doen als ze kind is. Want nu kan ze toch nog eigenlijk niks doen. Kijk, we moeten wel even de muur een beetje aanpassen. Of nou ja, eigenlijk hoeven we niet zoveel aan te passen. Als we deze kleur pakken. Welke kleur is het nou? Oh, deze. En die doen we in het roze bijvoorbeeld. Kijk eens aan. Dan maken we alle blauwe vlakken maken we gewoon roze. En dan is het ook al gelijk veel meer meisjeskamer. Nou, dat was het al. Ik vind het helemaal leuk. Ik vind het hartstikke mooi. Dus, nou jongens. De babykamer. Tot nu toe. Komt natuurlijk nog meer, maar voor nu is dit het eventjes. Jennifer Wilson. Ik vind het helemaal leuk dat we een babytje hebben. Gewoon een baby ter wereld gezet. Praten. Nu moeten we natuurlijk nog wel een goede band opbouwen met de baby. En de stamboom is natuurlijk uitgebreid. Oh, dit is die van Liga. Die is heel klein. Zo, nu staat er dat ze een babytje hebben gekregen. En dan kan Jennifer kan later bijvoorbeeld weer een man krijgen. En dan maakt die weer een baby. En die weer een baby. En die weer een baby. En dan hebben we een super grote stamboom. Super leuk, vind ik het. Ik ben helemaal gelukkig. En Lily is ook gelukkig, zoals ik zie. Oh, Nick die komt weer via door het huis. En dan gaat hij weer hierheen lopen. We gaan beste vrienden worden met hem, jongens. Ik hoor, is het onze broer. Lily en Nick zijn best vrienden geworden. Nou, ik vind het helemaal leuk. Kijken, samen op de foto gaan. Hij moet wel even de baby trouwens komen zien. Interesse bespreken. Oh, hij komt ook gezellig erbij kletsen. Nick is onhandig. Oh jee, dat is niet zo handig. Ha, snap je hem? Dat is niet zo handig. Even kijken hoor. Kletsen. Nee, we gaan eventjes viool spelen. Want we moeten nog ons nummer afmaken. Of nummer spelen. Nummer schrijven. Dan moeten we even mee verder gaan. Want het duurt nog heel lang voordat we die af hebben. Maar ja. We moeten toch een keertje eraan doorgaan. Nou, nog geen één nummer geschreven. Maar ja, dat komt allemaal vanzelf. Oh, Jennifer ligt te slapen. Wat een cutie is het toch. Even kijken. Zit Nick gaat niet eens even bij de baby kijken. En Wieger die zit weer te... Ik wou biljarden zeggen. Maar dat is iets heel anders. Schaken. Zit weer te schaken. Nou, gezellig hoor. En als Nick nou niks zit achter de computer. Nou, niet eens even gezellig bij de baby gaan kijken of zo. Nee hoor, gaat gelijk achter de computer zitten. Dat kan echt niet. Interesses bespreken. We kunnen natuurlijk ook weer een keertje langzaam bij Nick. En dan gaan we even bij Nick kijken met zijn vriendin. Naar de baby. De baby is nog niet geboren, maar als hij geboren is natuurlijk. Kijk, een vraag hoe dag was. Even gezellig onze dag bespreken. Oh, hij is heel energiek. Ik herhaal, hij is heel energiek. En dan moeten we natuurlijk wel eventjes even gaan sporten of zo. Zullen we even energieke baantjes trekken? Ja, dat gaan we even doen.
Zo, dan gaat hij weer super snel zwemmen. Net zoals vorige keer in de Sims 4 in de natuurserie. Ging hij echt super snel zwemmen toen hij energiek was. Kijken of hij het nu weer doet. Ja hoor, hij zwemt super snel. Hij heeft er helemaal zin in. Nou, wat een sportieve jongen is het toch ook. Welk niveau heeft hij eigenlijk van sportiviteit? Fitness 3. Bijna niveau 4. Nou, ik vind het helemaal leuk. Ik moet nog een sportieve jongen. Nee, is hij eigenlijk al. Lily is ook alweer wat verder met haar nummer. Nou ja, nog niet heel ver. Maar wel iets verder. Kijk hoor. We gaan eventjes praten met Jennifer. Ook kan ze helemaal nog niet praten. Eventjes leuk doen. Kijk, zussen, meer keuzes. Wiegen. Ha, wiegen, wieger. Lijkt een beetje op haar. We kunnen er nu ook wel laten opgroeien tot kind. Maar dat gaan we nog niet doen. Misschien doen we het de volgende aflevering al. Laat even weten in een reactie of jullie al willen dat ik Jennifer laat opgroeien tot kind. Het is wel leuker, want dan kunnen we wel echt wat met haar doen. Maar het is misschien ook nog leuk om haar baby te houden. Dus laat het even weten. En dan ga ik het binnenkort doen. Oh, dan zing ik het liedje. Wat leuk. Ik vind het trouwens wel jammer dat Haley en Bart, dus de opa en oma van Jennifer, dat ze die niet even kunnen kennen. Wel een beetje jammer en zielig, maar ja. Wat doe je er verder aan, hè? Oh, hij is weer klaar met energiek zijn. Nou, dan gaan we even, ik weet niet wat je wel gaan pakken. Eieren of gebakken tilapia. Eet maar even gebakken tilapia. Lekker stukje vis. Of wat het ook mocht zijn, ik weet niet meer wat het is. Hij voelt zich weer heel energiek. Oh, Nick is aan het kijken bij de baby. Hij is zelfs de luier aan het verschonen. Ziek hoor. Zij voelt zich heel speels. Lily, wat ben je toch ook een klein kind. Met ogen rollen. Nou, Lily, wat ben je toch een gekkie. Kijk, wat is er eigenlijk met de Jennifer? Ze zit wel heel de tijd te huilen. Misschien moeten we haar voeden. De borst geven. Gaan we dat maar even doen, want ik weet niet waarom ze anders zo huilt. Want hij heeft net haar luier verschoond, dus dat zal het niet zijn. Maar we gaan even de borst geven. Oh ja. Ja, ze stopt gelijk met huilen, dus ik denk dat, dat we het wel goed hebben gedaan. Ziek hoor, ik vind het helemaal leuk. Wat gaat hij nou weer doen? Sims voor altijd spelen. Nou jongen, ga jij even lekker gamen. Wat is Nicky nou eigenlijk aan het doen? Die zit hier een beetje te staan. Oh. Oh, we krijgen een knuffel. Wat cute. Oh, het stinkt hier. Ik herhaal, het stinkt hier. Ja hoor, ze heeft weer een vieze luier. En Nick had net nog de luier verschoond. Zo, nou, ze heeft weer een schone luier. Zo, hé, wat een actieve jongen is dat. Zit lekker even het op te drukken. Hij gaat trouwens wel naar bed, want het is al 1 uur. En Lily moet eigenlijk ook slapen, maar ze is nog helemaal niet moe. Dus ja, ze gaat dansen. Ja, wat moet je dan doen als je helemaal niet moe bent? Ja, ja, je kan moeilijk al gaan slapen. Oh, ze voelt zich weer heel speels. Een impressie voor iemand doen. Nou, doe dat maar bij Nick dan. Even kijken hoor. Grappig, een impressie doen. Als jij dat graag wil, meid, dan ga jij een impressie bij Nick doen. Ja, oké, dat dus. Even kijken hoor. Nok-nok mop. Lekker flauw mop. Mopje maken. Hahaha, wat grappig zijn we. Oh, nou, hij moest er wel flink om lachen, dus we denken dat we wel grappig zijn. Even kijken. Grappig. Grappig verhaal vertellen. Even laten zien hoe grappig we wel niet zijn. Gekke bek trekken in de spiegel. Oh, ze wil gekke bekken trekken in de spiegel. Nou, dan gaan we dat even doen. We moeten trouwens wel... Oh, kom maar in niveau 4 bereikt. Lily kan nu grappen maken over kleding. Echte onderbroekenlol. Nou, grappig hoor. Nee, maar we moeten binnenkort weer even de kleren aanpassen. Want ik had natuurlijk... ik had deze kleding voor Lily alleen even gedaan omdat ze zwanger was. Want ze had eerst een crop top aan en anders zag je haar buik hem al. En dat was niet zo mooi met het zwanger zijn. Maar dat doen we wel de volgende keer. Ik weet niet wat Nick hier allemaal gaat doen. Lily gaat gewoon lekker slapen. Ook al is ze niet zo moe, dan slaapt ze maar heel eventjes. Dit was ook weer de aflevering van vandaag. Dus doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Bye!